Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Border Survival. Spannend weer! Vandaag gaan we verder met onze survival. In de vorige aflevering hebben wij de border uit kunnen breiden naar ongeveer deze grootte. En we begonnen letterlijk bij een 1x1 blokje. Wij zitten dus vast in een border in Minecraft. En het is maar 1 blokje breed. Goed, en vraag je nou af hoe ik de border groter kan maken? Elke keer als ik een item verzamel die ik nog niet heb verzameld, wordt de border 1 blokje groter. In totaal moeten we 1048 verschillende items verzamelen. We hebben er helemaal nog niet zo heel veel. Dus laten we maar gauw beginnen, jongens. In deze aflevering wil ik die schapen wil ik ook in een hok creëren hier, want dan kan ik wol krijgen en bedden maken en zo. Maar dan moeten we even wachten tot dit wheat helemaal is volgroeid. En volgens mij is dit niet volgroeid. Dus laten we beginnen door even 2 stenen pickaxes te maken, zo. Dan wilde ik even hier gaan kijken wat ik hier allemaal kan vinden. Ik denk niet heel veel, om eerlijk te zijn. Wel kool, dat wil ik sowieso. Volgens mij heb ik granite ook nog niet. Nee, kijk, dan gaat de border gaat weer 1 blokje hoger. Of breder, sorry. Oeh, koper hebben we ook nog niet. Dus laat ik die ook maar even pakken. Dan gaat de border weer een blokje breder worden. En dan komen we hier wel later terug. Want ik zie nu al dat ik hier niet zoveel te zoeken heb. Aangezien de border gewoon nog niet ver genoeg is. Dus goed, laten we maar even een simpele mindsessie doen. Kijken wat voor nieuwe blokken we daar allemaal kunnen vinden. Zodat we de border eventjes goed uit kunnen breiden. En misschien kunnen we dan zometeen wel op een avontuurtje. Hey, een grot, jongens. Oeh, dat zijn 2 creepers. Die willen we niet op ons dak hebben. Maar ik hoor ook een skeleton. Daar moet ik even voor op. Passen. Oh, dat bedoel ik. Oh, dat ging bijna fout. Oh, had me bijna bij de creepers geschoten. Oh, maar deze. Oh, maar deze. Ik schrik me helemaal kapot. Ga weg. Oh, oké. We hebben een bot, jongens. Nice. Dan kunnen we boommeel maken. Oké, laten we eerst even healen voordat we doodgaan hier. Die creepers kunnen geen kant op. Dus laten we het hier even belichten. Oké, dan wil ik dat ijzer wil ik daar wel heel graag hebben. Zo. Ja, dit is wat, iets wat we in de toekomst ook wel goed kunnen gebruiken. Ik zie daar allemaal nog meer ijzer. En hierachter zie ik een watergrot. Dat is wel vervelend. Maar goed, we gaan het even hakken. Dan wil ik dit bot gebruiken om boommeel te maken. En dan, oh, kijk, dan is het eigenlijk al helemaal volgroeid. Maar dan kunnen we het een beetje nog meer laten volgroeien. Zo. Kijk, dan hebben we wheat. Dat is ook nieuw. En dan in plaats van dat ik gelijk brood wil maken, wil ik eerst eventjes die schapen gaan lokken. En gelijk gaan breeden natuurlijk. En we hebben nog fences over, dus we kunnen een tweede hok maken hier. Nou, schaap, hier komen jij. In de vorige aflevering was het me niet gelukt, maar nu gaat het wel lukken. Kom maar mee. En dat is 1. Helemaal dikke, prima. En dan moet ik snel zijn, want het wordt ook nacht. Maar als het goed is, kan ik zo meteen een schaar maken met het ijzer dat ik heb gevonden. Hier had ik een schaap opgesloten, die gaan we ook meenemen. Kom maar even mee, meneer het schaap. Kom op, het is bijna nacht. Opschieten, ik wil snel jullie wol hebben om een bed te maken. Jou gooien we hier er prachtig bij. Kom maar, jongen. Kom maar, jongen. Nee, nee, er doorheen. Ja, nee. Ga dan. Oh, mijn god, het is letterlijk een doorgang. Wat doe je moeilijk? Hoe kan je zo moeilijk doen? Wat wil je? Wil je dat ik hier een doorgang maak voor je? Oh, mijn god, echt waar. En dan gaat die andere. Ja, kom nou. Oh, wat ben jij een raar schaap, hé? Hier, gaan we gelijk hatsenbatsen met elkaar. Gaan wij even snel een schaartje maken. Oh, die had ik natuurlijk ook nog niet, het schaartje. Dus dat is ook weer een nieuw item. Boing. En boing. En dan krijg ik daaruit. Even kijken. 3. Oh, perfect. Perfect. Nee, nee, nee. Waarom doe ik... Oh, wat ben ik echt een sukkel. Nee. Oh, ik laat ze allemaal per ongeluk weer los. Echt waar. Dat is helemaal mijn eigen schuld dit, jongens. Kom maar terug. En hij wil natuurlijk weer omlopen. Verder, dan klimt hij hier weer op. Kijk, kijk. En dan klimt hij erin. Wat een raar schaap. Echt waar. Raar beest ben jij. Je weet het, hè? Goed, even snel een boompje hakken. Want dan kunnen we een bed maken. En dan kunnen we niet vermoord worden door alle monsters die weer gaan spawnen en zo. Al moet ik zeggen, ik ben nog geen één keer dood gegaan. Het gaat nog goed, deze serie. Een bed, hoppakee. Helemaal prachtig, die plaats. Hier gaan we gelijk even snel slapen. Oké, jongens, ik merk wel dat mijn eten een beetje opraakt. Dus laten we 1 broodje maken. Dan kunnen we die even lekker eten. Heb ik iets meer saturation? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. En dan vind ik dat het tijd is om even zoveel mogelijk random nieuwe items te maken. Want dan kunnen we de border even zo groot mogelijk maken. Want een mindsessie op het moment is gewoon onmogelijk. En zoals je kan zien, hebben we 49 items gecollect van de 1048. We zitten echt pas op 5% bijna. Ik moet al deze items nog verzamelen. Het zijn er echt nog echt heel veel, dus. Dus laten we maar beginnen met gewoon zoveel mogelijk random dingen even te verzamelen. En dan bedoel ik dingen zoals hier het water induiken, kelp, zand, vissen. We hebben alles nodig. Hier is 1 visje. Dat is... Hoppakee, een inktzakje. Hier even een zandblokje, hadden we ook nog niet. Een pufferfish, kelp. Ja, zo gaat het snel, jongens. Zo collecten we heel snel nieuwe items. Volgens mij kan ik met de schaar kan ik ook gras hakken. Hebben we gras, dan deze hier, die fern. Killen we deze kip even, hebben we veren en rauwe kip.
Oh, een varken, jongens. Die moet ik eigenlijk wel bewaren. En die lok je met... Oh, met carrots. Ja, dat heb ik nog niet. Dus dat laten we nog afleven. Kijk, zo gaat het lekker snel, jongens. Zoals dit. Voordat je het weet, hebben we alle items die we nodig hebben. Hier, vines. Heel veel kan ik ook droppen die ik gewoon niet nodig heb. Zoals al het gras en kelp en zo. Dat ga ik natuurlijk allemaal op het moment niet nodig hebben. Maar, zoals je kan zien, is deze grot nu wel een heel stuk groter geworden, jongens. Even omdat ik al die nieuwe items heb verzameld. Oeh, een glow inktzak. Oké, jij kan dood, want ik heb al nieuwe schapen. Dus ik ga jou eerst ga ik jou scheren en dan ga ik je lekker doodmaken. Heb ik hier nu 1, 2, 3 iets te zoeken naast die skeletons die ik misschien wel verbotten wil? Ja, ik heb geen toortjes bij me, dat is onhandig. Nee, ik kom hier later wel terug. Onnodig om er nu in te gaan. Te groot risico om dood te gaan. Goed, we gaan even betere tools maken. Die heb ik ook allemaal nog niet. Nog even een schepje erbij. Zo, en dan een ho. Normaal zou ik nooit een ijzerhoon nu maken, maar ik heb het nodig uiteindelijk. Uiteindelijk heb ik al die tools, moet ik toch hebben. Oké, mijn eten is officieel op, dus laten we mijn farm even uitbreiden. Simpel taakje natuurlijk, jongens. Gewoon even wat dirt toevoegen en daarna de seeds erop planten. Zo te zien, als ik dit boompje hier weg ga, kan ik mijn farm ook nog uitbreiden. Zo, ik ga een kampvuurtje maken. Ik weet niet waarom. Die heb ik nodig en dan... Uiteindelijk heb ik hem nodig en dan kan ik hem nu gebruiken voor gewoon... Ik weet niet waarom, maar ik heb hem uiteindelijk gewoon nodig. Ik moet 1048 items verzamelen, jongens. Kom op nou, ik moet letterlijk alles wat ik kan vinden heb ik nodig. 1048 items is echt heel veel om te verzamelen. En alleen als ik ze allemaal heb, jongens, dan stopt deze serie. Niet eerder, niet later. Oeh, een bruin schaap. Dat is bruine wol. Kijk, en het mooie aan dat kampvuur op het moment, jongens, is dat ik het rauwe vlees wat ik heb gewoon er even snel op kan leggen. En dan verspeel ik mijn kool niet elke keer. Alsof ik het zo zonde van mijn kool. Brieden we de schaapjes weer even met elkaar. Kom maar, jongens. De kippen, die boeien me net niet genoeg, weet je. Ik ga wel even een trapdoor maken. Zo, twee cells. Dan kan ik namelijk gewoon die hokken even makkelijk in en uit. Nou, trouwens, hier één en hier één. Prima. Dan kan je er gewoon in en uit springen de hele tijd. Hier, we gebruiken wel de eitjes om kippen te spannen. Zo. En ik vind het nu ook wel mooi om die grot een keertje te bekijken, jongens. We hebben weer allemaal nieuwe items verzameld en zo. Als het goed is, kijk, hij loopt heel ver door. We hebben nieuwe toortjes. Als het goed is, kunnen we nu redelijk goed hierheen. Als we niet dood worden gemaakt door beesten. Kijk, botten zijn altijd welkom, dat is het mooie. Zombies maak ik me niet zo zorgen over. Creepers een beetje. En er is tot nu toe nog niet heel veel bijzonders in deze grot. Dat vind ik wel jammer. En dat komt pas later zo te zien, want daar is wel deep slate. Dus dat betekent dat we op diamond niveau zitten. En ik zie ijzer hier en daar. Oh, volgens mij ook een zombie villager, jongens. Waar zit hij? Ik hoor er een. Ik hoor 100% een zombie villager. Wacht, we gaan hem vinden. Even het water weghalen, dan wordt het wat stiller. Hier, ik hoor hem deze kant op. Hé, hey, goud, dat hebben we ook nog niet. Hij zit hier achter, jongens, ik hoor hem. Dan heb ik een boot nodig. Wacht, laat... Oh, ik heb een boot nodig. Waar zit hij? Oh. Ja, daar is hij. Oh, daar is hij, jongens. Oké, wacht. We nemen hem mee. We nemen hem mee. Kom maar. Kom maar. Ik heb alleen nog geen boot voor je, dus dat moet ik wel heel snel oplossen. En ik heb geen hout bij me voor een boot. Oeh, dat is zonde. Maar ik was er ook niet op voorbereid. Oké, wacht. Ik kom zo terug. Blijf alsjeblieft hier in de buurt. Ik smeek het je, maar niet de zon inlopen, oké? Ik kom terug voor jou met de boot. Oh, hij mag niet despawnen, jongens. Hij mag echt niet despawnen. Ik kom een heel klein beetje hout tekort. Ik moet hem wel goed in de gaten houden, anders despawnt hij. Pas op dat je de zon niet inloopt, alsjeblieft. Oké, hout hier. Prima. Snel zo. Zo, dan maken we een bootje. Ben je er nog? Ben je er nog? Alsjeblieft, wees er nog. Ja, hij is er nog. Hij is er nog. Kom, kom maar, kom maar. Kom maar, terug hierheen. Kom maar in het bootje. Een prachtig bootje voor je. Ja! Oh, oké. Wat een succes, gelijk een zombie villager. Dit is top, jongens. Deze hoeft alleen nu te genezen. Maar we laten hem hier gewoon lekker in het bootje staan. Er kan hem niks overkomen hier. Hij is heel veilig. Want we moeten natuurlijk eerst langs de Nether helemaal om hem te genezen. En we hebben Golden Apple nodig en weet ik voor wat allemaal. Dat wordt nog een heel avontuur op zichzelf. Maar we hebben in ieder geval de zombie villager. Dat is al heel wat. En de farm gaat ook wel lekker. Is het schaap al gegroeid? Nee, dat nog niet. Maar misschien kunnen ze al wel weer. Ja, natuurlijk kunnen ze dat. Jij moet nog even wachten, kind. Gooien we dit weer op het kampvuurtje. Het gaat lekker, jongens. Het enige is, we hebben nog geen huis. En ik twijfel, moet ik überhaupt wel een huis maken? Of kan ik beter gewoon lekker in buiten de open lucht leven? Ik moet toch items verzamelen. Laat het me even nu in de reacties weten, jongens. Moet ik een huis bouwen? Zo ja, waar? Want ik weet niet of ik dit nou een hele leuke plek vind om een huis te bouwen. Ik wil prima om een huis te bouwen, maar dan moeten jullie wel even laten weten waarom. Een goede reden waarom ik een huis moet bouwen en waar ik een huis moet bouwen. We zijn goed op weg met de sugarcane om ook binnenkort een enchantment table te maken. Enchanting table te maken, sorry. Normaal doe ik dit nooit in een survival, maar ja, normaal ga ik meer bouwen en weet ik wat allemaal doen. Maar nu word ik genoodzaakt om dingen te doen die ik normaal nooit in een survival zou doen. Maar dat maakt het wel leuk uitdagend.
Nou jongens, zoals je kan zien hebben we al een behoorlijke grote border. Het was natuurlijk deze aflevering toen we begonnen was hij al best wel groot. Maar dit is wel echt bizar wat we deze aflevering hebben kunnen doen. Je hebt het bijna niet meer door dat je in een borderwereld... Nou trouwens, dat is niet helemaal waar. Je ziet het nog wel echt duidelijk. Maar ik denk dat het nog maar 1 of 2 afleveringen nodig heeft... voordat je niet eens meer door hebt dat je in een borderwereld zit. Maar goed, laten we even kijken wat de progressie van vandaag is. We hebben inmiddels 70 items gecollect. Volgens mij hebben we dan iets meer dan 30 items gecollect in deze aflevering. We zitten op 6,7%. Volgende aflevering wil ik waarschijnlijk op de 10% eindigen. In ieder geval, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. En ben je nou nog steeds aan het kijken en je kijkt naar mijn kanaal en je denkt, wee, wat is dat nou weer? Oh jee, ik ben nog steeds niet geabonneerd. Doe dan even, hey, waarom ben je nou niet geabonneerd? Dat is helemaal gratis, jongen. Kom op nou, gewoon even abonneren. Als je dan toch geabonneerd bent, kijk ook even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Heb je deel 1 nou gemist? Kan je hier deel 1 even kijken? Maar ik denk dat je deel 1 eerlijk gezegd al gezien hebt. Waarom zou je anders deel 2 kijken? En dan nu spreek je later. Glaasje water telt wie. Bless je bier. Tot de volgende keer. Bam, 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 bam.